Als je er vanaf het begin af aan al bij bent bij deze Jazz Talk, dan heb je ze er net al eventjes een stukje zien spelen. De mannen die hier zo bij mij staan, en dat zijn Bart, dat zijn Phil en dat zijn Guy. Maar even voor de goede orde, Colonel Jetski, maar dit is de afgeslankte versie. Ja, Phil, waar heb je de rest gelaten? Dit is de afgeslankte versie. Dit is de 60% van de band dit, ja. Want wie missen we dan nog even, Bart? Hè? Want normaal als jullie volle bak hebben, nog een drummer nodig natuurlijk. Frank Duinam en Pascal Lans, losse toetsenist. Dan mogen jullie zaterdag weer los dus, hè? Want zaterdag is het spelen, Kerkplein. Yes, 2 uur. Wat voor set wordt het? Wordt het echt alleen maar blues of mogen nog wat andere dingen ook nog een beetje schuren, raakvlakken? Ja, raakvlakken sowieso wel. Het is behoorlijk funky, het is soulful, het is zeker geen gewoon bluesbandje. Nee, het is veel breder dan dat wel. Nou, Kerkplein, jullie kennen het, jullie zijn er al vaker geweest. Mensen die in ieder geval in de blueshoek zitten weten al van als ik daar ben krijg ik mooie dingen voorgeschoten ook al. Ja, vanmiddag ook al warm kunnen spelen natuurlijk, want toen was het weer Phil B lekker spelen. Hoe ging het? Wij spelen dus Guy en ik en Pascal, dus toetsenist, spelen ook een andere band, Phil B's Freedom. En dat ging eigenlijk hartstikke goed. Sterker nog, toen we begonnen te spelen, ging de zon schijnen. Dus hey. Op de een of andere manier is Breda ons altijd heel goed gezind. Ja. Ook met weer, met publiek en met podium. En komen we heel graag spelen. Ja. En dan krijg je gewoon wat je verdient. Voor morgen staat zo'n setlist helemaal vast. Want blues vind ik ook, dat moet ook gewoon een beetje kunnen gas geven. Als je denkt, oh, het publiek vraagt nog wat extra om dit, Bart. Liedjes zijn gewoon voor 90% en daarna kun je gewoon nog, als jij extra lang wil soleren op die basgitaar, dan doe je daar gewoon. Ja, ik vrees dat ze de grote kerk moeten gaan restaureren om 4:00 of 5:00. Ze zijn bezig net, jongen. Ja, nou, er zullen een paar stukken uit. Dankjewel, voor daarnet was het kort spelen natuurlijk ook. Dit was echt kort, hè, waar jullie mee begonnen. Dus denk ik niet een dwarsdoorsnede. Zo'n twee minuutjes is niet echt Colonel Jetski. We hebben wat aangepast. Maar dat was een eigen nummer van een van die mannen daar. Ja. Nou, wat krijgen we? Ja, voor jullie allebei. Oh jee. Regel het maar met Buma Stemra voor de rechter, jongens. Er hoeft toch weer een paar dubbeltjes worden overgemaakt. Welke gaan we nu live spelen? Wat gaan we nou ook weer spelen? Plain as Day, Plain as Day, maar dan ook in een soort eigen versie. Nou, speciaal voor Jazz Talk. Voor 60%. Maar dat komt helemaal goed, ze gaan alles geven. En vind je dit de stof, check ze dus, hè, op zaterdagmiddag volle bak gewoon. Heel veel plezier, ook met goed weer. Dat is beloofd in ieder geval. Voor de mannen van Colonel Jetski. Breda Nu.